Ja, we zitten aan het einde van de Coming Out Week in Nijmegen, in het Roze Huis. Mooi, allemaal regenboogbankjes voor de ramen, vlaggen en dat soort zaken. En wat is het Roze Huis precies? Het Roze Huis is eigenlijk een plek waar regenboogactiviteiten georganiseerd kunnen worden door verschillende organisaties binnen Nijmegen. Vooral Dito en COC zijn hier heel erg actief, maar ik weet dat bijvoorbeeld de Transgroep af en toe langskomt en andere leuke initiatieven. Mm-hmm. Oké, okay. Je bent zelf voorzitter van deze groep Stichting Dito. Yes. Wat is dat precies voor een groep? Dito kun je eigenlijk vergelijken met een soort van studentenvereniging met meer maatschappelijke doelen. We zijn er om de LHBT-jeugd in Nijmegen een leuke samenkomst te geven, een leuke plek te geven. En wat doen jullie allemaal? Want jullie hebben meerdere projecten toch in een jaar. Ik heb er wel eens ook wat over gelezen, maar wat zijn jullie projecten die jullie doen? We hebben wat meer maatschappelijke doelen, we hebben meer gezelligheidsdoelen. Qua maatschappelijke dingen kun je denken aan bijvoorbeeld Coming Out Day, waar we mee helpen. We organiseren de Roze Week on Campus. Daarnaast hebben we ook dingen als praatgroepen, interruptiegroepen. En we helpen mee met het organiseren van jong en oud. Dat soort activiteiten voor jongeren die nog uit de kast moeten komen. Maar ook heel veel gezelligheidsdingen, zoals leuke feestjes, borrels, activiteiten, spelletjesavonden. Ja, maar naast die gezellige dingen, jullie proberen ook mensen erop te wijzen, of jullie doen heel veel met acceptatie. Hoe vind jij zelf dat het op het moment gesteld is met acceptatie in Nederland? Ik begeef me in hele comfortabele kringen, dus voor mij is het heel fijn op dit moment. Ik woon in Arnhem, leuk plekje, maar ik heb in Zwolle gestudeerd bijvoorbeeld en daar vond ik het toch altijd net wat minder. Daar was altijd, doe maar normaal, want dan ben je al gek genoeg. En ik had het idee dat ik daar minder geaccepteerd werd. Dus ik denk dat we nu, en ook Nijmegen, zeker een hele fijne regio is om in te wonen als je LHBT'er bent. Maar dat er heel veel plekken in Nederland zijn, zoals bijvoorbeeld de Bijbelbelt die ik net heb genoemd, maar ook nog andere gemeenschappen waar je nog niet helemaal welkom bent, zeg maar. En waarom is het dan juist zo belangrijk dat er een organisatie als Dito bestaat? Zodat we mensen een plekje kunnen geven waar ze wel zichzelf kunnen zijn, waar ze zelf kunnen ontplooien en waar ze zich gewoon geaccepteerd en gewoon thuis kunnen voelen. En dat doen jullie dan ook door middel van spelletjes, dus een beetje informele dingen en zo? Ja, we hebben redelijk wat informele dingen. Af en toe hebben we een keer een informatieavond, maar we proberen het vooral gewoon een thuis te geven. Gewoon gezelligheid te bieden en support wanneer nodig. En op scholen, geven jullie ook voorlichting of zo? Of hoe moet ik dat dan zien? Op scholen doen wij niks. Dat is eigenlijk de taak van COC Voorlichting. Maar die gaan de klassen rond en dan gaan zij vertellen over hoe het is om LHBT'er te zijn en kinderen op dingen wijzen. Ja, nu zitten we dus aan het einde van die Coming Out Week. Ik heb veel gelezen, ook op internet, op het nieuws gezien. Nijmegen doet er superveel aan de Sint-Stevenstoren. Hangt een hele grote regenboogvlag. Dus, maar wat hebben jullie zelf in deze Coming Out Week gedaan? Dito heeft, die activiteit komt nog, de roze kast. Daarmee gaan we de stad rond met een mooie grote roze kast. Leuke props, gaan we vragen of mensen foto's willen nemen. En gaan we echt met mensen in gesprek over hoe het is om LHBT'er te zijn. En waarom coming out nog steeds zo'n groot ding is. En die roze kast, wat is dat dan voor soort kast? Gaan jullie die dan echt meeslepen zo? Ja, ik heb mooie wieltjes gemaakt. Daar besteden we verschillende plekken op de stad. En dan zetten we hem bijvoorbeeld gewoon even neer bij het station of even neer in het centrum. En dan gaan we even met mensen in gesprek. Ja, maar wat ik me altijd heel erg afvraag. Nederland is best wel een vrij land. En als je kijkt naar het buitenland, mag hier superveel. Je kunt basically eigenlijk gewoon jezelf zijn. Waarom is het toch zo belangrijk dat er een organisatie als Dito bestaat? Ik denk waar we een beetje last van hebben in Nederland is de tolerantieparadox. Het lijkt allemaal een heel vrij land, lijkt allemaal supergoed. Maar er zijn toch nog heel veel gemeenschappen in Nederland waarbij het niet mogelijk is om jezelf te ontplooien. En wat ik denk, zolang je afwijkt van de norm, een minderheid bent, wat je eigenlijk als LHBTI'er altijd wel zult zijn. Er zijn gewoon per saldo minder homo's dan hetero's. Ben je toch anders en wil je toch een eigen plekje hebben waar mensen je echt kunnen accepteren en begrijpen. En dan kan de acceptatie nog zo hoog liggen. Je bent toch net wat anders, dan heb je je eigen plekje nodig. Denk je dat veel mensen zich ook onveilig voelen in Nederland? Misschien, want ik zie ook als video's voorbij komen van mensen die zeggen van, nou ja, ik durf niet eigenlijk op straat te lopen. Denk je dat het in Nederland veel is? Ik denk dat dat nog verbazingwekkend hoog ligt, ja, in Nederland. Ja. Heb je er zelf ook wel eens last van? Ja, ik weet dit nog wel van vroeger toen ik met mijn vriendje hand in hand liep. In Scheveningen was dat. En dat je wordt nageroepen. Dat mensen zeggen, hey, kankerflikker. Dat mensen je schelden naroepen. Maar ook dat ik in Zwolle een keer was in een club. En ik was met een jongen aan het zoenen. Dat ik even aan de kant werd getrokken van, dit is Zwolle. Je moet hier wel even normaal gaan doen. Dit is gek gedrag, dit doen wij hier niet.
Oké, dus je merkt toch wel dat mensen het nog steeds gewoon niet echt oké vinden, toch, naar best wel veel van dit soort organisaties, acties en zo. Ja, dat klopt. Dus het zijn nog steeds wel een groep mensen die het niet oké vinden. Maar daarom denk ik dat het belangrijk is dat we onszelf laten zien en er blijven zijn. Ja. 15 oktober is het ook Paarse Vrijdag. Wat ik nog weet van de middelbare school, is dat 15 oktober? Kan beter 15 december volgens mij. 15 december. Het is in december Paarse Vrijdag. Oké, nou dan is het 15 december, dan is het Paarse Vrijdag. En wat ik altijd op mijn middelbare school, wat ik daar nog van wist, is er werden de posters opgehangen, iedereen moest paarse kleding aan. En wat ik mij toen altijd afvroeg, en ik denk dat ik voor heel veel mensen op die manier spreek, het is eigenlijk om niet in hokjes te denken, zo'n dag. Wat ik altijd vroeger dacht, is toch raar dat er zo'n dag dan wordt georganiseerd om daar extra aandacht aan te besteden. Denk je dan juist in hokjes? Maar misschien is het nou juist goed om jou te vragen waarom dat dan niet zo is. Waarom is zo'n dag belangrijk? Ja, waarom is het zo erg om in hokjes te denken? Daadwerkelijk ben ik een ander hokje, want ik ben gewoon anders dan jij bent als... Nou ja, het maakt niet uit. Nee, maar ik snap wat je bedoelt, ja. Nee, ik ben daadwerkelijk een andere persoon. Dus het is belangrijk om, voor mij denk ik, om toch te laten zien dat ik er ben. En dat je mij moet accepteren zoals ik ben, ook al ben ik anders. En dan denk je wel aan hokjes, maar ik denk dat het wel belangrijk is omdat we gewoon niet hetzelfde zijn. Mm-hmm. Maar wat ik altijd dacht, is ook iedereen die gaat in één keer, gaat in zo'n... het is gewoon een soort van aandacht, één keer per jaar gaat daarin mee, maar... werkt het ook daadwerkelijk, denk jij dat? Durf ik niet zo goed te zeggen, maar wat ik wel weet is dat op het moment dat iedereen zegt... hey, ik ga hiermee, hey, dit is acceptaties, ik accepteer dit... dan zien mensen die het niet accepteren, die zien wel dat zij dan in de minderheid zijn. Die zien wel van, oh, goh, heel veel mensen accepteren dit toch. En mensen zijn toch best wel kuddedieren, ook als ze niet accepterend zijn tegenover andere mensen. En dan zien ze wel om zich heen van, hey, heel veel mensen doen dit... dus ik ben eigenlijk met mijn mening slecht, als het ware... Oké, dus eigenlijk het kudde gedrag is dan een soort van spiegel die je dan misschien jezelf kan voorhouden. In a way, denk ik, ja. Oké. Ik sprak eerder dit jaar met Sander van Dijk. Die heeft hier ook veel voor Dito gedaan. Ik weet niet of hij het nog steeds doet, maar toen ik hem... Ja, absoluut. Ja, nog wel. Ja, hij zei tegen mij, bijvoorbeeld de Pride in Amsterdam, wat ieder jaar natuurlijk terugkomt, is ook, ik kan daar uren over doorpraten waarom dit gehouden moet worden. Het ziet er natuurlijk uit als een groot feest op de grachten, maar waarom is het zo belangrijk? En dan ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet. Tuurlijk, de Pride is deels ook gewoon een feestje. Weet je, de Canal Parade is altijd wat commercieels geweest. Maar heel veel dingen, de Pride Mars, de kranslegging... dat zijn allemaal best wel belangrijke dingen... omdat je toch laat zien dat je er bent. En dat je overal in de maatschappij zit. En ik denk die Pride zo belangrijk is... juist omdat met bijvoorbeeld de botenparade... waar heel veel boten verschillende lagen van de maatschappij komen. Bijvoorbeeld, je had de politieboot, je hebt de... wijze van spreken de Rabobankboot, maar je hebt ook een boot voor mensen met een migratieachtergrond. En daardoor zien mensen wel van, oh, overal zitten homo's. En homo's zijn net zoals jij en ik. Oké. Wat ik me eigenlijk ook afvroeg, dat ben ik net vergeten te vragen. Maar ken jij veel mensen in je omgeving die misschien nog wel moeilijke situaties meemaken? Want jij hebt net verteld, vroeger vooral toen je in Zwolle woonde. Ken je veel mensen om je heen die het echt nog wel eens lastig hebben? Ja, dat ken ik echt nog wel. Van mensen die in families komen waar zijn ouders helemaal niet accepteren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die echt denken van, oh, ik moet nu echt ontvluchten uit mijn eigen huis. Ja. Want ben jij zelf ook echt, heb je uit de kast moeten komen of was het heel geleidelijk aan? Hoe bedoel je dat? Ja, nou ja, want ik heb wel eens een vriend van mij die appte me, dat vond ik een heel mooi moment. Een hele goede vriend van mij die appte mij een keer van, hey, ik ben een beetje met iemand bezig en ik moest dan raden wie dat was. En ik ken hem altijd als hetero. En dus ik ging dat een beetje raden, dus ik ging ook een beetje in die vrouwelijke hoek zoeken van, nou ja, is het dan met die, is het dan met die? En het nee. En toen dacht ik, hey, maar het kan natuurlijk ook een man zijn, een jongen. En ja, dat was het dan wel. Dus het is heel geleidelijk aan. Het is niet echt een uit de kast van, kijk, ik val op mannen. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Ik ben ook wel benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal daarnaar. Dat weet ik niet. Ja, ik weet naar mijn vroegere middelbare schoolvrienden. Toen zat ik met hun gewoon een pauzetafel. Het was het einde van de pauze. En was van, ja, goh, jongens, eigenlijk ben ik homo. En ik was echt dacht van, wat de fuck gebeurt hier? Weet je wel, ik had ze echt overvallen op dat moment. Mm-hmm. En ik weet... Kijk, van mijn familie nog wel. Heel vaak tijdens het koken, als je toch wat anders aan het doen bent, dan kun je het makkelijk ingooien. Maar je dropt eigenlijk wel altijd een bom. Of niet, dat deed ik altijd. Mm-hmm. Oké. En heb je ook advies voor mensen die het niet weten? Want daar is deze hele coming-out week ook natuurlijk voor. Wat is het grootste advies dat je die mensen kan meegeven die het niet weten? Pak absoluut je eigen tijd.
kom uit de kast als je er klaar voor bent. Als je weet dat je een accepterende omgeving hebt. Tuurlijk moet je soms risico's nemen, maar je bent zelf het belangrijkste. En je liegt als het ware niet tegen de hele wereld. Je beschermt jezelf gewoon. Mm-hmm. Oké, okay, ja, dat is wel een hele mooie. Nu is het natuurlijk coronaperiode. Is het best een lastig om ook voor jullie als organisatie om daadwerkelijk evenementen te organiseren. Hoe proberen jullie toch mensen te bereiken? Het is lastig, vooral nu omdat we geen borrels meer hebben. We hebben wel een online omgeving. Ik merk dat daar ook niet superveel mee gedaan wordt. Maar wat we wel kunnen doen is gewoon een leuke activiteit nog opzetten. We proberen nu vooral te focussen op bijvoorbeeld sportactiviteiten of een keertje gaan bowlen. Activiteiten waar je toch afstand kan houden die coronaproof zijn. Oké. En wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst? Ik heb ook Sander Edeveen van Stichting Roze Woensdag met de Vierdaagse gesproken. En hij had heel mooi de leus eigenlijk van wij stoppen pas als het volledig geaccepteerd is. Als alles volledig geaccepteerd is. Dan kunnen wij stoppen en dat is ook ons doel. Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? En wat is het doel eigenlijk van Dito uiteindelijk? Het doel van Dito is om mensen die anders geaard zijn of een andere genderidentiteit hebben, toch een plekje te kunnen geven. En wat ik persoonlijk denk, is dat niemand het ooit 100% zal accepteren en laat staan begrijpen. En ik denk, voor dat begrip is het toch belangrijk dat Dito er gewoon is. Dus ik denk dat mijn doel is dat Dito er altijd is voor mensen die het nodig hebben. En waarschijnlijk zal die groep wat krimpen naarmate de tijd vordert. Maar ik denk dat we wel nodig zullen zijn. Ja, denk je dat in de toekomst ooit zal gebeuren dat het helemaal niet meer nodig is? In een land als Nederland, ja, het zou moeten kunnen, denk ik. Het zou zeker moeten kunnen, maar wat ik net ook al zei toen we het hadden bijvoorbeeld over hokjes denken, je bent toch anders. Ook al is iedereen super begripvol en accepteert iedereen het, dan nog ben je anders en wil je misschien je eigen plekje hebben. Oké. Bas Bosman, dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, ook dankjewel Miguel. Ja.